Goedemorgen, het is vandaag maandag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb een heerlijk ochtendje. Ik ben een beetje vakantiedingetjes aan het plannen voor als de familie hier komt. En vandaag zijn Dan en ik 7,5 jaar samen. Dus ik wilde daar een soort van iets speciaals voor maken. Dus ik heb iets bedacht om een pot te maken met allemaal date-ideeën die we dan hier op Bali kunnen doen. Ik weet alleen nog niet zo goed waar ik dingetjes kan kopen om het op te schrijven. Maar ik denk dat ik het gewoon heel simpel ga houden. En allemaal papiertjes ga maken. Ja, met een kleur. Ik hoop dat ze een soort van post-its hebben in de winkel. En het dan gewoon in een potje te doen. En als we dan een keer zin hebben in het weekend bijvoorbeeld om een date te doen en weten niet wat, dan kunnen we uit het potje iets halen. En ik heb het dan ook verdeeld in een dagje weg. Iets buiten de deur. Iets goedkoops. Dinner dates. Dat soort dingen. Dus ja, dan zie je per kleur zeg maar waar je zin in hebt. Dus dat ga ik vandaag eventjes fixen. Ik heb alle ideetjes al heel lang in mijn notities staan. Want ik wilde dit eigenlijk gewoon in Nederland doen. Maar daar ben ik gewoon niet aan toegekomen. En nu is het eigenlijk super leuk voor hier. Dus dat ga ik vandaag doen. En verder gewoon denk ik een rustig dagje. Misschien wat werken. En verder zien we wel. En ik wil vanavond ook lekker uit eten met Dan. Dus ik ga even een tentje zoeken. Ik denk waar we nog niet zijn geweest. Om daar misschien dan een soort van het te vieren. Ik heb trouwens nog steeds een gezellige vriend op mijn kin. Hij gaat niet weg, maar goed. Dus ik moet even een restaurantje gaan zoeken. Ik vind dat altijd een beetje lastig of zo. Het is heel stom. Je hebt er zoveel eetentjes waardoor je gewoon eigenlijk een beetje de weg kwijtraakt in wat leuk is. We hebben gewoon al een paar leuke eetentjes waar we vaker terugkomen. Maar als je dan weer iets nieuws gaat zoeken, is het een soort van speld in een hooiberg of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, omdat eigenlijk alles gewoon leuk is. Dus dan is het gewoon moeilijk om te kiezen. Maar goed, het komt vast goed. Nou, we gaan even op pad, maar we zijn verslagen. Leuk, zo'n beeld. Ik ga eten bij een mega lokaal tentje bij mij om de hoek. Waarom de rompok? En ik heb nasi goreng ayam besteld. En het is 15k. Dat is 1 euro. Ja. Nou, dit is wat ik heb gekregen. Heerlijk. Een eitje, of omeletje eigenlijk bovenop. Met nasi eronder. Kroephoekjes. En nog, ja, sambal, dat ga ik niet eten. En groenten. Helemaal lekker. Nou, ik ben weer terug op de kamer. Bezweet en wel. Ik heb best wel een stukje de ene kant en de andere kant opgelopen. Het enige wat ik letterlijk kon vinden waren envelopjes. Dus die heb ik meegenomen. Ik heb hier nog wel wat papier. Dus dat ga ik gewoon in stukjes scheuren en daar alles opschrijven. En toen bedacht ik me dat ik het met kleurtjes wilde aanmerken. Maar die heb ik niet. Dus ik denk dat ik gewoon één letter of misschien wel gewoon het hele woord op de envelop ga schrijven. Zodat je kan zien in welke categorie het valt. Ik moet gewoon een beetje improviseren. Het gaat om het idee. Dus alles is nu dan binnen. En ik heb ook nog lekker een bananenbroodje gehaald voor zometeen. En een mogu mogu lychee. Mogu mogu heet het volgens mij. Maar ik weet het niet zeker. Het staat in de koelkast nu. Met van die lychee jelly stukjes erin. Dus dat ga ik straks ook lekker opdrinken. Maar die was nog niet koud. Dus ik heb hem even in de koelkast gezet. Dus ik ga nu dan even alles maken en schrijven. Zodat dat in ieder geval klaar ligt. En daarna ga ik denk ik eventjes aan het werk. Nou, Crea Bea is even bezig geweest. Ik heb al deze envelopjes gemaakt. En hier op de kant dan geschreven of het thuis is. Een dagje weg. Of buiten de deur. Of dat soort dingen. En dan allemaal van dit soort briefjes erin gedaan. Met wat we dan gaan doen. Wat zijn er? 29. Dus best wel wat date ideetjes. Ik ben benieuwd of Dan het leuk gaat vinden. Hij weet hier echt niks van. Ik ben normaal altijd heel slecht in dingen geheim houden. Maar dit had ik gewoon al heel lang in mijn telefoon staan. En toen dacht ik opeens, oh, dit is best leuk om nu op Bali te doen. En helemaal omdat we vandaag dan 7,5 jaar samen zijn. Om dat dan als een soort van cadeautje te geven. Dus dat ga ik doen. Hier ben ik nu mee klaar. Dus ik ga nu eventjes aan het werk. Wij hebben ons klaar gemaakt om lekker uit eten te gaan bij Tiger Sushi. En ik heb een heel fantastisch jurkje aan. Deze is eigenlijk van Gina. Maar Gina past deze niet meer. En toen zei ik wil hem graag hebben. Want ik vind hem fantastico. Dus die heb ik aan met mijn lovertjes. Die heb ik nieuw eigenlijk letterlijk gekocht. 2 dagen voordat ik volgens mij vertrok. En we gaan lekker eten. Lekker sushi. Het is vandaag dinsdag en het is stralend weer. De zon schijnt volop en ik ben nu onderweg naar Machinery om lekker te ontbijten en even wat uurtjes te werken. Daar zijn we weer. Ik wil één kantje op, maar ik was vergeten te filmen. Maar ik heb weer lekker avocado toast met heel veel sla, wat ik niet opeet, want het is echt veel te veel. Nou, we zijn inmiddels weer een heel aantal uurtjes verder. Ik heb lekker gewerkt bij Machinery. Het was echt super warm daarbinnen, dus ik hield het niet langer dan 2,5 uur vol.
Wel nog ook even snel daar geluncht. Lekker met pasta pesto. En toen ben ik teruggelopen naar huis. En toen heb ik hier nog even gewerkt. En ik heb met mama nog even gebeld. De hotels laten zien die ik had geboekt voor ze. Voor als zij hier komen. En ik heb net nog een aflevering van 5 Days Inside gekeken. Dat vind ik altijd een heel interessant programma. En nu heb ik me omgekleed. Want Dan is onderweg naar huis en we gaan zo sporten. En het ziet er donker uit buiten. Als in, ik zie een hele donkere lucht hangen. En ik zag net dus allemaal berichten op Facebook dat er een soort van waarschuwing is afgegeven. Dat er tot 15 oktober heel slecht weer aankomt. Dus ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Maar we gaan het zien. Ik kan geen Indonesisch lezen, dus ik kan niet al die berichten echt lezen. Maar goed, we zien het wel als er heel veel regen komt, heel veel wind. We will survive, I think. Nou, 40 minuten in de sportschool. Het ging niet vandaag. Ik ben een beetje duizelig na de oefening. Ik merk gewoon dat ik niet echt goed gegeten heb. Ik heb voor het laatst om 12:30 of zo gegeten en het is nu 7:10. Dus ja, dat was niet het beste idee om dan een benendag te gaan doen. Dus ik heb mij al mijn volledige squat set gedaan. En ik heb 2 setjes lunches gedaan met de Smith machine. En 1 setje hip thrust. En toen dacht ik, oké, dit is echt genoeg. Dus ik heb 40 minuten gesport, maar meer gaat het vandaag helaas niet worden. Dus zo lekker gewoon douchen, eten en expeditie kijken. Good morning, het is vandaag. Wat dag is het vandaag? Het is woensdag. Woensdag. En Dan mag lekker thuiswerken vandaag. En dat betekent dat hij niet super veel hoeft te werken. Want er waren gewoon niet veel taken meer op zijn stage. Dus hij mocht thuiswerken en iets voor zichzelf doen. En Menno van Badminton, tenminste Menno die wij kennen van Badminton, die is op dit moment in jungle met zijn vriendin en wij gaan lekker surfen. Zij kunnen super goed surfen, wij kunnen het wat minder. Dus hoe chill is het als zij ons een beetje iets kunnen leren. Dus we gaan naar het strand, maar ik weet niet hoe het daar is met lockers of zo. Dus ik laat mijn camera lekker thuis en ik zie ook dat die leeg is, dus komt perfect uit. Dus we gaan lekker surfen en als er beelden gefilmd kunnen worden, zal ik dat met mijn telefoon doen. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Maar alleen een paar beelden op het strand gefilmd. We hebben lekker spelletjes gedaan op het strand. We hebben 2 boards gehuurd. We waren met 2 vrienden van ons. En Dan en die 2 vrienden hebben lekker gesurfd. Maar het was niet echt heel goed surfweer. Dus ik heb me er vandaag niet aan gewaagd. Maar morgenochtend nog een poging. Vandaag ga ik met die 2 vrienden weer lekker surfen. In de ochtend, als het goed is, zijn de golven dan het best. Dus dan ga ik het wel echt proberen. En verder hebben we gewoon echt heerlijk de hele dag op het strand gezeten. Spelletjes gespeeld, gegeten. En toen zijn we naar hun accommodatie gaan om even om te kleden. En toen hebben we bij Waarom Local met z'n 4'tjes gegeten. En toen zijn we hier eventjes ons plekje laten zien. Dat heb ik al voor kras op mijn gezicht. Geen idee. En toen zijn we nog eventjes naar het centrum gelopen om een soort van surfbroekje te zoeken voor Menno. Maar die hebben we helaas niet kunnen vinden. En toen zijn we eigenlijk helemaal doorgelopen naar het eind, naar Old Man's. En daar hebben we lekker een drankje gedaan. En toen hebben we nog bij een supermarkt een drankje gedaan. Het is hier dus een ding dat bij sommige supermarkten heb je picknicktafels voor. En een soort van bar. En dan kan je dus eigenlijk gewoon bij de supermarkt een drankje doen. En ja, er is ook gewoon muziek en zo. En toen zijn we lekker naar huis gegaan, want Dan moet morgen gewoon weer naar stage vroeg. En het is toch al 11:30, dus kort nachtje wordt het voor Dan. Maar goed, het was wel echt heel gezellig. Maar wij gaan nu wel lekker slapen, dus slaap lekker. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb een klein beetje haast. Want ik heb om 9:30 afgesproken met Menno en Lien om te gaan surfen. En het is nu bijna 9:50 en het is 10 minuten met de Gojek. Die heb ik sowieso nog niet besteld en ik moet eigenlijk ook nog ontbijten. Dus dat ga ik niet redden. Maar ik ben wel helemaal ingesmeerd. Zwemkleding aan. Dus ik ga zo die kant op. Ik neem deze camera weer niet mee. Maar ik zal echt proberen deze keer wat meer beelden met mijn telefoon te filmen. Ik wil gewoon niet dat mijn camera gestolen wordt. Dus dat ga ik gewoon niet opwagen. Maar we gaan dus lekker weer surfen deze ochtend. Een lekker beeldje met mijn telefoon. Het was echt geen succes. Ik heb het 2 keer geprobeerd om het water in te komen. Allebei iets van 8 of 10 minuten. En het was echt drama. De golven zijn zo hoog dat ik er amper tegen in kom. En ik kan er sowieso niet op surfen. Dus helaas. Nu ga ik lekker naar Menno en Lien kijken. Want die kunnen wel wat golven spatten. Ik heb gewoon nog iets meer lesjes nodig.
Nou, ik weet niet of je het heel duidelijk kan zien, maar hier ligt Menno en Lien ligt ernaast. Ze zitten een beetje op hun bord. Dus ik hoop dat ze nog wat leuke golven kunnen pakken, zodat ik dat in ieder geval jullie kan laten zien. Ah, net niet. Nou, ik sta eventjes te wachten totdat ze een golf gaan pakken. Ze wachten de hele tijd, dus ik weet niet zo goed wanneer ze een golf gaan pakken. Maar ja, soms zijn er gewoon echt ziek hoge golven die je gewoon niet wil pakken. En soms zijn het gewoon, ja, is het net niet de goede golf. Zij hebben er verstand van, dus ik wacht netjes. Maar ja, ik merk dat ik het echt wel steeds chiller vind om in het strand te zijn lekker overdag. Ik hou dus normaal niet zo van zand, overal. Maar het chillen van deze surfplek is dat je een bord kan huren. Je hebt een douche met niet zeewater, dus je kan je gewoon lekker afspoelen. Mijn haar kon ik ook uitspoelen daardoor, waardoor ik zeker weet dat er geen tisten in komen. Dus ja, eigenlijk vind ik dit wel echt een hele fijne strandplek. En geniet ik er steeds meer van om overdag op het strand te zijn. Nou, deze kan er ook wel wat van hoor. Daar gaat Menno, oh liefje, maar Menno. Het is vandaag vrijdag en ik heb gisteren geprobeerd wat beelden met mijn telefoon te filmen. Ik heb echt een leuke dag gehad. In de ochtend is gesurfd. Dat ging niet echt als een succes. Maar ik heb wel gewoon genoten op het strand, lekker gechilled. En in de middag zijn we op huisjacht gegaan voor Menno en Lien. Want zij moesten vandaag verplaatsen. Nou, we hebben denk ik echt wel 12 accommodaties bezocht en alles zat vol. Dus uiteindelijk hebben ze iets op Agoda kunnen vinden en daar gaan ze vandaag naartoe verplaatsen. Het lijkt volgens mij echt alsof ik overreden ben of zo. Maar goed, ik zoek de oplader voor mijn powerbank, want mijn powerbank is leeg. En die moet ik eventjes opladen. En nu ga ik een kiwi eten en wacht ik op mijn visum, mevrouwtje, want mijn visum moet alweer verlengd worden. Het is niet dat ik er al 2 maanden zit, maar... ja, dat moet altijd gewoon eerder. En ik zit er nu iets meer dan een maand op dit nieuwe visum. En deze moet elke 2 maanden verlengd worden. Dus daar moeten we nu vast mee beginnen. Dus zij komt zo mijn paspoort ophalen. En daarna ga ik denk ik even lekker naar de sportschool. Ik had gisteren dus vet chill een eigen scooter gehuurd. Want bij de accommodatie van Menno en Lien was het maar 50k per dag. Dus dat is 320 of zo. En toen dacht ik, ja... dan ga ik gewoon lekker een scootertje huren voor vandaag. Want we gingen gewoon accommodaties bezoeken en dat soort dingen. En ja, om elke keer een Gojek te boeken ben ik uiteindelijk veel duurder uit. En ja, ik vind het lekker om een eigen scooter te hebben. Dus die heb ik nog steeds, want die had ik gistermiddag gehuurd. Dus die breng ik gewoon vanmiddag terug. Dus ik ga zo ook lekker op de scooter naar de sportschool. En ja, ontbijtje scoren, want ik heb ook nog niet ontbeten. Behalve die kiwi die ik zo ga eten. Dus dat eigenlijk. Beetje kleine recap. Heel lul verhaal. Maar ja, ik kon mijn camera gewoon niet meenemen naar het strand. Dat vind ik gewoon te gevaarlijk of zo. Dus dan worden het gewoon telefoonbeelden. Vandaag ga ik niet naar het strand. Dus ik hoop dat ik vandaag wat meer met de camera ga filmen. En verder weet ik eigenlijk ook nog niet zo goed wat ik ga doen. Ik ga sporten. Misschien ga ik weer naar Menno en Lien. Ik moet sowieso die scooter bij hen terugbrengen. Dus... we will see. Nou, ik ben in de sportschool. Ik heb een lekker bananenbroodje gehaald bij Machinery. En die ga ik even snel opeten. Deze zijn echt heel lekker. En kosten 18k, dus iets meer dan een euro. En dan ga ik sporten. Ik ben echt helemaal rood. Ik ben ook echt knalrood. Ja, het ligt geen niet op wat, echt verschrikkelijk. Ik wilde veel meer in de sportschool, maar het was dus echt fucking druk. Ik heb nog nooit zo druk gezien. Ik denk dus dat iedereen hier soort van 's ochtends gaat sporten. Want 's avonds is het hier dus helemaal niet druk. En in Nederland is dat dus andersom. Dus ja, ik had niet echt veel ruimte om te filmen. En dan ook een beetje awkward of zo. Dus helaas geen sportbeelden, maar wel lekker een rood hoopje. Nou, ik ben weer helemaal opgefrist en ready to go. Ik heb hier 2 wastassen staan. Die ga ik eventjes wegbrengen, want de wasmand zat alweer een beetje vol. En ik heb lekker een spijkerbroekje aan die ik in Thailand toen had gekocht bij de H&M. Een tube top, zo'n kropte mouwloos topje. En dan mijn Zara topje eroverheen. Deze kan je ook gewoon als shirt dragen, maar ook als een soort van vestje. Vind ik leuk. Dus ik ga nu was wegbrengen. En dan ga ik weer naar Menno en Lien rijden, want zij moeten hun backpacks verplaatsen. Van het ene verblijf naar het andere verblijf. En ik moet mijn scooter terugbrengen. En dan moet ik denk ik ook ergens gaan lunchen, want ik heb nog niet zoveel gegeten. En best wel zwaar gesport, dus
Dat gaan we daarna maar doen, denk ik. Vandaag zaterdag, dus het is weekend en dat betekent dat Dan vrij is, dus die ligt hier lekker op bed te chillen. We hebben lekker ontbijtje besteld net bij een nieuw tentje, Seven Island Bakery. En daar kon je dus je eigen broodje samenstellen. En dat was oprecht iets waar ik nog op zoek naar was hier op Bali, of eigenlijk in Canggu. Dat je gewoon lekker brood hebt, een soort van stokbrood waar je je eigen beleg op kan doen. En dat het dus niet zo'n heel uitgebreid broodje is, gewoon een beetje simpel. Nou, dat was hier. Het was echt heel erg lekker. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Dus blij dat ik dat nu ook heb gevonden. Verder ga ik nu mijn vlog bewerken, want het is zaterdag. En op zaterdag komt er een nieuwe vlog online. Maar er is nog niks bewerkt. Dus ik ga nu snel aan de slag. Gelukkig hebben we natuurlijk 6 uur tijdverschil met Nederland. Dus dat scheelt. Iedereen ligt nog lekker te slapen. Dus ik ga mijn vlog bewerken. En daarna gaan we naar de sportschool. Wij zitten op de scoot onderweg naar de sportschool. En het is echt heel zonnig. Nou, we hebben gesport, gedoucht en inmiddels is het al bijna 4 uur en gaan we lunchen. We hebben een pad thai en spring rolls en er komt nog een pad siu aan. Wij zijn dus aan het klaarmaken voor avondeten. Na de lunch is deze jongen lekker naar het kappertje geweest. Kreeg hij ook nog helemaal een massage. Je betaalt hier dus letterlijk 70k voor de kapper. Dat is nog geen 5 euro volgens mij. En dan wordt hij geknipt en dan krijgt hij een massage. Het slaat helemaal nergens op. Ik heb een heel leuk outfitje aan, vind ik zelf. Nog niet gedragen, als in gecombineerd. Een geel topje met een zwart broekje en dan een nude blouseje eroverheen. En wij hebben afgesproken met Menno en Annelien om gezellig te gaan eten bij een Indiase tent. En het is een Indiase tent die echt gewoon een paar producten heeft. Ja, waardoor ze het als goed is dus gewoon heel lekker kunnen maken. Dus dan gaan we eens even bekijken. En verder hebben we gewoon lekker op bed gechilled net. Vlog was online gekomen, dus daar eventjes op de socials gepost. En verder gewoon lekker relaxed gedaan. Want ja, hè, het is ook zijn weekend. Nu gaan we lekker eten. Er staat druk op. Ja, het staat er echt druk op. Dat ben ik goed in. Maar het is ook met de suiker. Lekker. Suiker, man. Suiker? Ja, er stond bij suiker. Ja, dat is ook. Nou, weerverloren. Dat is ook altijd. Weerverloren? Hakaka! Ja, zie, het is gewoon lekker. Ik zie een zuur hoofd. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij zijn lekker wakker geworden rond een uurtje of 8:30. We waren gisteren om 1:15 thuis, dus het viel echt super erg mee qua tijd en het was echt heel gezellig. We hebben lekker bij een sportbar gezeten. Ik heb wat beelden gefilmd, maar de muziek stond super hard, dus ik kon sowieso niet praten. En we hebben gewoon spelletjes gespeeld, shotjes genomen voor de verliezer, dus dat was ook leuk. En toen hebben we met van die pittenzakken gegooid, dat heette Cornhole. En ik vond het super leuk. Was er ook best goed in. Ik heb 2 keer van de 3 keer gewonnen. Dus was best trots tegen de 2 mannen. Dus ja, dat was leuk. Zeker voor herhaling vatbaar. En ja, toen hebben we lekker geslapen. En nu is het alweer zondagochtend. En dan gaan wij richting een ontbijttentje. We gaan bij Barboa eten. Dat is het tentje van DJ, mijn collega bij Sparkling People. En dan gaan we lekker ontbijten. En ik ben helemaal in het groen. Ik heb topje en broekrokje van de Zara aan. En ik vind het helemaal leuk zo gecombineerd. Helemaal in the green. Hoe lekker ziet dit eruit? Ik heb een coconut chia pudding en dan toasted sourdough met avocado spread. Helemaal lekker. En
van het ontbijt rollen we zo de lunch in. Nou, we hebben op bed gechilled, gewoon lekker rustig aan gedaan. En nu gaan we lunchen bij La Baracca. We hebben helemaal een welkomstbroodje gehad. Wat schattig. En we hebben onze bestelde broodjes. Het ziet er echt fantastisch uit. We hebben shotjes van het huis gekregen. Een limoncello voor Dan, want dat vind ik echt heel smerig. En een coconut milk, zoiets. Cheers. Is lekker. Nou, cheers met de kokosmelk. Het drinkt lastig, hè? Lekker? Best lekker. Zo, dit is echt best een goede shot. We zijn onderweg met de scooter en kijk even hoe super mooi zonsondergang hier is. Het is echt helemaal roze. Oh, hij gaat beslaan. Nou, in ieder geval is het echt heel mooi. Nou, we zijn net terug van de Thai. We hebben weer heerlijk lekker pad Thai en pad siew gegeten. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Volgens mij heb ik vandaag letterlijk alleen mijn eten gefilmd. Maar dat komt omdat we tussendoor gewoon lekker hebben gechilled vandaag. Dus ja, dan valt er niet zoveel te filmen. We hebben wel onze was weer opgehaald vandaag. Dus dit gaan we nu eventjes opruimen. Want anders blijft het hier op bed liggen. En dat is niet de bedoeling. Het ruikt echt zo lekker bij deze wasseretten. We zijn nu sinds... We hebben hier denk ik 2 of 3 keer de was gebracht. Hebben we bij een nieuwe gedaan. Die echt nou op 5 minuten loopafstand van hier is. Dus dat is chill als ik geen scooter heb om het op te halen of weg te brengen. Het ruikt echt zo lekker. Ik ben echt helemaal gelukkig. Goedemorgen, het is maandag en ik heb de vlog nog niet afgesloten zoals ik vaak vergeet. Dus dat ga ik nu doen. Ik hoop dat het een leuke vlog was. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren. Want dan krijg je een melding als ik weer een volgende video online zet. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!